Zelfonderzoek, wat moet je ermee? Waarom noemen we dat? Zelfonderzoek. Dames en heren, wat denken jullie? Wat zou de reden zijn dat we onszelf onderzoeken? Ja, wie we zijn. Ja, de reden daarvan. Hoe begint het? Dat we niet tevreden zijn. Onvreden, ja. We zijn niet tevreden. We zijn niet gelukkig. Als je hebt hangen naar het echt willen weten wat het allemaal is. Wat is dit? Zou het zo beginnen? Ja, dat is een bepaalde onvrede. En dat is een bepaald verlangen. En een verlangen, ja. Dus heel veel verschillende dingen hoor je nu, hè? Maar heel veel dingen hebben te maken met problemen tegenkomen in je leven. En het idee hebben dat er meer is dan dit. Hè? Het is dit alles gevoel. Is dit alles? Ja, je vergeet het bijna, als je dit alles, hè? Ja. Is that all there is? Is een liedje. Dan gaat uit de kerk. Ja. Ja. Doe maar, heeft het ook wel eens gezongen. Is dit alles? Ja. Ja. Dus, wat betekent dat? Dat we geen genoegen nemen met de situatie zoals die is. Eigenlijk. We gaan het verzinnen, of hopen. Dat er misschien nog wel meer zou zijn dan datgene dat we nu ervaren. En we beoordelen onze situatie. Het oordeel is dan eigenlijk vaak niet goed. En vanuit dat oordeel gaan we kijken of we het beter kunnen krijgen. Is het ook niet meer? Dat is eigenlijk hoe het begint. En niet eens zozeer vaak in eerste instantie vanuit willen weten hoe de dingen in elkaar zitten. De meeste mensen beginnen eerst met verbeteren. Kijk maar eens hoeveel manieren er zijn om aan jezelf te werken. Er zijn heel veel manieren om aan jezelf te werken. Terwijl bij al die manieren om aan jezelf te werken niet de vraag gesteld wordt wie ben ik. Dus eigenlijk is een cursus werk aan jezelf is een hele gekke insteek. Omdat als je een cursus zou maken, repareer uw Mercedes. En je zou aan degene die de cursus geeft vragen van wat is een Mercedes? En hij zou zeggen, ja weet ik veel. Dan hou je weinig cursisten over. Nee. En bij zelfverbeteringscursussen gebeurt precies hetzelfde. Maar daar doet iedereen van harte aan mee. Dus er is aan de ene kant blijkbaar een neiging om onszelf te willen onderzoeken, maar er is ook een neiging om zo te willen doen, en maar op goed geluk en op goed vertrouwen en in goed gelovigheid aan de gang te gaan. Dat is ons toch vroeger ook geleerd, dat we niet goed zijn zoals we zijn, dat we beter kunnen. Nou, je kunt dit op heel veel manieren leren natuurlijk. Hm. Ik kan jou zeggen van nou, kijk eens hier en daarna en ontdek voor jezelf of het zo is op een gegeven moment. Ontdek je voor jezelf dat iets zo is, dan heb je wat geleerd. Ik kan ook tegen jou zeggen, seks is slecht. Dan heb je ook wat geleerd, als je dat aanneemt. Maar dat is een andere manier van leren. En ja, als je zegt van dat hebben we vroeger geleerd, dan bedoel je natuurlijk de tweede manier. Want heel veel kinderen krijgen gewoon ontzettend vaak te horen, nou, dat is gewoon zo, klaar. Ja, maar dat is toch heel diep ergens opgeslagen, dat... Ja. Onbewust spelen dat soort dingen altijd mee. Ja. Bewust. Ik zeg altijd bewust, onbewust bestaat niet voor mij. Zodra ik iets zie, is het bewust. Zie ik het niet, is het er niet. Dus onbewust. Wat is een onbewusteling? Ik ben nog nooit een onbewusteling gekomen. Dus alles wat ik ken is bewust. Maar ben jij je dan altijd bewust van wat voor patronen meespeelt in je handelen? Wat voor conditionering dat is, of wat? Nee, ik beweer dus dat zodra ik iets zie, zodra ik iets waarneem, dat ik me daar bewust van ben. Ja, zodra je iets waarneemt. Ja, dus bewustzijn, in mijn woordenboek, is hetzelfde als iets waarnemen. En voor veel mensen is
je bewust worden van iets is er een verhaal van maken. Eerst wist ik het niet, maar nu jij me dit en dat verteld hebt, kijk ik er heel anders tegenaan. Dus je hebt er eigenlijk gewoon een aantal projecties bij gekregen. En dat noemen we dan bewustwording. Of betekenisgeving. En daar gebeurt het ook onthouden. Ja, maar kijk wat er gebeurt. Hè? Kijk wat er geprobeerd wordt ons dan wijs te maken. Het is gewoon, je hebt een situatie. Iemand geeft je gewoon een andere invalshoek. Hè? Een ander verhaal, een ander etiket, een andere verklaring. En dat noemen we dan dat we bewuster zijn geworden. Dat zijn wel niet waar. We hebben er gewoon een serie plaatjes bij gekregen. Of je hebt die serie plaatjes die je had, waar je in geloofde, wat je dacht dat het moest wezen. En de ander zegt van, doe het eens anders. En dan valt het oude valt weg en denk je, God. Ja. Dan heb je dus het ene verhaal omgeruild voor het andere verhaal. Is het zo dat je dan automatisch in het andere verhaal schiet? Of kun je ook zeggen dat het ene verhaal gewoon losgelaten wordt? Dat is het einde van alle verhalen. Dat is waar dat fout aan over gaat. Maar meestal ruil je of een verhaal in voor een ander, of je krijgt er een serie verklaringen bij. Kijk maar. Ja. We willen eigenlijk, als we het liefste, zouden we gewoon een recept krijgen van iemand van, nou, als ik op die manier mijn leven inricht, komt het goed. Eigenlijk, dat kan niet anders. Anders zou je niet zien dat iedereen zo bezig is en maar op goed geluk en op, in goed vertrouwen zich uitlevert aan andere mensen die ze vertellen wat ze moeten doen. Dus die neiging in mensen om zich te laten vertellen wat ze moeten doen, die is er. Die is heel sterk. Er wordt ook gebruik van gemaakt. Door op allerlei manieren. Alleen, daar gaat Advaita niet over. Dus het probleem zodra je met Advaita in aanraking komt, is dat je het gaat benaderen op de manier die je gewend bent. Namelijk de manier van, nou, ik heb dit geprobeerd, ik heb dat geprobeerd, ik heb dat geprobeerd. Lukt allemaal niet, dus wat moet ik nou? En dan zegt een Advaita-leraar van, ja, misschien is er wel iets aan de hand met dat proberen. Dus die zal niet zeggen van, nou, als 1, 2 en 3 niet werken, dan werkt misschien 4 of 5 wel. Nee, die zegt van, proberen. Hoe ontstaat dat? Waarom ga je proberen? Van waar komt dat vandaan? Vanuit het beoordelen van de situatie. We beoordelen onze situatie, we zeggen, is niet goed, dan ga ik proberen om het te verbeteren. Nou, waarom beoordelen we? Omdat ons geleerd is vroeger dat we overal een cijfer aan moeten hangen. We moeten elke situatie in het licht zien van goed of slecht. En dan krijg je dus automatisch dat je bij elke moment gaat denken van, ging wel goed, of kan wel iets beter. En vanuit die gedachte proberen om in een ideale situatie terecht te komen, waarin het altijd een team wordt, dat is dus eigenlijk de kramp waar we mee te maken hebben op een gegeven moment. Want iedereen weet dat het beoordelen van een situatie is een relatief gebeuren. Als ik in Afrika geboren ben toevallig en ik heb een dag volop vers water, dan is dat een team. Dat is een ideale situatie. Maar nou verhuis ik naar Europa en dan heb ik gewoon de hele dag vers water. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik neem dat gewoon als vanzelfsprekend aan. Ik zal niet aan het eind van de dag zeggen tegen Claudia van, nou, we hadden vandaag weer de hele dag vers water uit de kraan. Hè? Dan denkt ze van, is er nou niet met hem aan de hand? Dus zodra de omstandigheden verbeteren, schuift ons referentiekader mee. Dat, die beoordelaar, het lijkt alsof dat een absoluut gebeuren is. Dat we dat heel goed kunnen inschatten. Dat kunnen we helemaal niet, dat schuift mee. Dus wat je merkt is dat jij op een gegeven moment hier bent en daar is het doel en dan bereik je dat, maar dan schuift dat doel mee. Op een gegeven moment op de middelbare school wil je diploma halen. Nou, de dag dat dat gelukt is, dan is de hele wereld is goed. Maar een half jaar later zit je op een HBO of op een universiteit of weet ik veel en dan is het weer. En dan ben je daar klaar mee en dan krijg je het met je baan en met je huwelijk. Met je carrière. En op een gegeven moment hebben we dat allemaal achter de rug en dan worden we spiritueel.
Ja. Ja, maar dat is nog erger, want...